kan allemaal nep zijn, maar blijkbaar is het handig geweest dat ik iets naar dat e-mailadres had gestuurd. Dat als ik dan terug mag krijgen, dat sommige mensen, bepaalde mensen, hoog hadden zitten, maar inderdaad ook niet begrijpen waarom ze er, een, er omheen blijven hangen. Om dan te zien hoe overdreven, wat nergens om gaat, leuk met iemands naam doen in hun lijf. Daarmee zien hoe evil diegenen zijn. En het mag voor mij nep zijn, want als anderen dat opvallen, in die contents willen neerzetten, dan is het aan het opvallen. En een heleboel mensen blijven spiritueel gezellig aan het doen. Maar zijn ze heel erg vals, er hangen zo mensen zijn die duivels zijn. Is het echt dat ik ook gewoon alles in mijn video's kan zeggen. Alles in mijn video's zeg en dat plaats. Om dan even goed uh, vogeltjes in speeltuintjes met kinderen. Waar uh, mensen zijn dom als ze denken dat ik dingen niet kan inkleuren. Net als dat mensen, dan ben je aan het observeren. Maar ga je dingen wel in video's doen. Dus moet je daarbij denken en voelen. Zijn het denken en het voelen niet bij jou, waarbij je daarmee wel aan het invullen wat er allemaal speelt? Gaan mensen denken dat ik... Uh... Of gaan, ze men... gaan mensen mij gedachten geven? Gaan mensen dingen erin wrijven? En op een of andere manier luisteren ze dan niet. Want hebben ze het idee dat ik denk dat iemand een camperbusje in mijn straat geparkeerd heb? Terwijl ik precies kan inkleuren van wie die camper is, wie er omheen heb gehangen... En die link daarheen, vanaf haar daarheen. Whatever, die linkjes liggen overal. Dat is wat mij laat zien wat er speelt. Die mensen hebben geen idee wat er speelt. Niet speelt tot zover, want ze nemen wel een opdracht aan. En met alles wat ik zag, met hoe mensen zich gedragen met pendels, blijven hangen in die ego-vragen, uit willen komen op ja's en nee's. De maars en de wans niet begrijpen. Wat als jij jouw energieën in objecten kan stoppen? Ga daarmee aan de gang, is het niet vervuild? Zo willen mensen echt uh, dus mij dingen laten denken. Ga ik mee in dat denken? Mijn gevoelens die leggen het uit. En wanneer ik mijn gevoelens uit heb gelegd in de video die dingen... Gaan mensen met vragen komen... Waarmee ze laten zien dat ze erbij horen. Dat ze een plannetje hadden. Dat ze waren van plan om mij neer te zetten als paranoia. Ondanks dat ik alles doe in video's, iedereen alles mee kan kijken. Dus de slimmere instanties die vanaf hoger meekijken, zien dat ik niet zo denk. Alleen maar laten zien dat iemand een doorheb hoe anderen willen dat hij denkt. Het niveau is steeds lager aan het worden. En mensen zijn echt ver buiten de regels en de wet. zijn vet veel dingen overtreden. De stappen die nu bezig zijn... ...gaan de ei opener zijn voor iedereen. En al die mensen die dachten te verschuilen achter iets neps... ...die komen daar wel achter. Waar dat andere mensen nou moeten zien... Dat ze allemaal aan het genieten waren op het einde van... Uh, haha, dat hebben we wel weer even gedaan. Mensen die gaan gezichten lezen en gaan het evil erin zien. En zo hebben mensen echt geen idee hoe je emoties gebruikt. Als mensen dat alleen maar willen inkleuren naar een gevoel of gedachte. Niks snappen van energie ergens in kunnen zetten met je gedachten. Jouw gedachten als in alle objecten kan stoppen. Waardoor andere energieën er niet in kunnen, want vol is vol. Dan gaat snappen wat voor brainvak je jezelf kan geven. En niet de andere mensen met je brein laat fokken. Dat ik uh, degene die de e-mail stuurt. En ik uh, moet het maar. Uh, en ik moet dan maar doen alsof. Uh, nou, wat hebben. Als mensen het begint op te vallen dat er mensen expres leuk aan het doen en expres gemeen aan het doen zijn. Hoe goed zijn ze dan in hun hart? Zo, hebben sommige mensen, zo heeft iemand expres die e-maillijst laten lekken. Maar is zelfs dat nou uh, tegen aan het keren? Want er wordt gepraat hoor. Dat San Joey maar om Chris blijft heen hangen. Er zijn meerdere mensen die daar al over praten en mee bezig zijn. Dus alles wat er omheen zit, de dingen maar niet ziet, die hoort erbij. Heel simpel. Iemand aanzetten tot geweld. Allemaal strafbaar. Er zijn zoveel strafbare feiten gepleegd dat het niet, niet meer uitmaakt wat ik doe. Ja, in die trede, ik moet geen wet overtreden. Mensen hoeven niet te komen piepen. Mensen hoeven niet te komen huilen over dat ik iemand een kankerhoer heb genoemd, omdat ze als een kankerhoer Alleen maar al aan, aan het verkankeren is voor me, mij in een of andere kankerdaglicht neerzetten. Terwijl zij zelf echt zo vies en evil is. En andere mensen dat gelukkig nou eindelijk ook beginnen te zien. Want dan uh, moet ik, uh, ik ga niet evil willen zijn om op uh, bepaalde punten ergens te komen. Evil moet verdwijnen, maar je kan niet evil met evil verdwijnen. Het enige wat je kan doen is streng doen. Nou ja, mensen stoppen al nergens gedachten in, dus komen ze nergens. Maar al ga je energieën in dingen kunnen stoppen, je hele omgeving, realiseren wie bij jou erin uitkomt. En dan om je heen kijken waar te veel energie op gefocust is, om jouw energieën, jouw gedachten, zoveel daarin te geven, dat dat van hun wel eruit lekt. Zodra je dan nou gaat snappen, wanneer dat, dat jij dat met je ogen aan het open doet. Het vormgeven. Met je emoties aan het doen ben. Hoef je alleen maar emoties om jezelf heen te houden. Om de rest van je omgeving waar je doorheen loopt ook te beïnvloeden. Te schonen. Te reinigen. En als je dan door een speeltuin heen loopt. En, ze laten, en je ziet gekke vogels vliegen. Is het leuk zo'n vogel. Maar uh, hè, vogels moet je lekker buiten laten vliegen. Die neem je niet mee naar huis. Maar uh, hoe meer... Uh, Mensen geactiveerd worden om dingen te doen. Zijn er meer links te leggen waar het vandaan komt. En aangezien dingen al in de gaten gehouden worden, zal het heel snel gaan? Want je bent echt naïef en heel erg dom als je denkt dat dingen niet in de gaten gehouden worden rond de streamers en in de demo's. Dat Het niet zo heel moeilijk is om hier niet eens duizend mensen. Alles bij elkaar, 10.000 mensen, alsof dat niet door één bedrijfje, met IC, met de ICT, met de IC, uh, wat zeg ik, met de Artificial Intelligence, met quantum computers, sowieso met de computers, met algoritmes enzo, is het gewoon door één bedrijfje allemaal in de gaten te houden, maar... Uh, zijn de mensen stiekem aan het doen door kennis die ze hebben opgedaan omdat ze in het leger hebben gezeten en daardoor heel veel connecties hebben? Zodra mijn uh, dat zak, die zak met geld, ik weet niet waarom nog steeds geld, ik wil liever energie hebben. Maar wanneer die dingen binnen zijn, dan gaan we rondjes vliegen om te laten zien hoe is wat. En zo zijn ook de truffels in de aanbieding opgevallen door al drie mensen. Dan maakt mij niet uit wie die drie zijn. Er zijn er al drie. Ik, ik zit hier even bij, die, bij, de, bij de zee, dus. Uh, ja, daarom moet ik ook even de definities van opzoeken. Maar als jij comfortabel kan zijn, sowieso competent bent en genoeg creativiteit hebt, niet alleen maar je frequenties stoppen aan slechte gevoelens of uh, je gevoelens stoppen aan slechte frequenties. Net als dat mensen alleen maar kunnen bidden naar God als het slecht met ze gaat. Maar wanneer jij die dingen altijd gewoon kan doen. Een positieve gedachte, met positieve gevoelens. Welke wrijving en frictie geeft dat in jouw lichaam? Wat ben je daardoor aan het afgeven in jouw omgeving? Wat komt er daardoor op jou af? Mensen hebben geen idee met wat voor energieën overal zijn. Wat ze met die energieën kunnen doen. Dat je energieën in alles kan stoppen. En zo laten mensen zich echt gek maken. Mind, body, soul. Laat een een of andere spirit bij, bij hunzelf. Zijn zelf een spirit aan het creëren. Laat zelf spirit aan hun mind plakken. Ga zelf allemaal gekkigheid en uh, negatieve dingen eraan willen geven. Zijn zelf een uh, stempeltje geven aan de spirit die bij hun komt. Een spirit die je zelf aan het creëren bent. Een spirit waar jij uiteindelijk... Wanneer jij met je geest, je ziel ingaat, met je ziel, je spirit ingaat, zo bij je avatar terechtkomt om een makarba te kunnen vormen. Maar mensen zijn zich aan het verliezen in hun eigen gedachten, in hun eigen gevoelens, omdat ze niet bij emoties willen blijven. Niet die emoties, niet die extasies daarvan, niet kunnen leren, als ze dat dan. Uh, frequenties naar beneden gaan, kunnen ze zichzelf niet omhoog brengen, omdat ze die gevoelens en die gedachtes geen sturing aan kunnen geven. De geen emotie aan hun emoties. En dan blijf je zwak af. En is het echt, wie kan sterk bij geest blijven, bij mijn blijven, wanneer het moeilijk om omheen wordt? Wie kan dan wel emoties die binnenkomen meteen lezen? Naar gevoelens, gedachtes, ja's, nee's. Of gewoon wel dieper kunnen gaan en naar de maas en naar de wands komen. Want dat is toch uiteindelijk de vragen, gedachten en gevoelens waar je mee zit. Niet of het een ja of een nee is. Je wilt toch weten waarom het zo is. Zodra je bij de waaroms terechtkomt, wordt het allemaal een stuk makkelijker qua wat je binnen moet laten en ervan moet voelen. Gaat het slechts informatie zijn? Het maakt er niet uit of het een ja of een nee is, als jij daar nou maar weet hoe het zit. Zo gaan mensen gewoon niet hun energieën, hun data, in andere objecten kunnen plaatsen, in zichzelf kunnen transformeren of zaadjes, broodkruimels bij andere mensen kunnen neerleggen. Andere mensen hebben een wilskracht, hebben een eigen, maar uh, alles wat dood is, geen energie heb. kun je energie aanstoppen. En planten, dieren en zo. Die hebben geen wilskracht. Die hebben wel pure energie. Als jij daar niet duivels mee gaat doen. <laughs> dan kan je dat ook gebruiken. Is het echt gewoon. Als jouw. Uh, via de soul start chakra de energie bij jou binnenkomen. Je kroonchakra is uh, wagenwijd open. En dan die casual chakra. Of de casual chakra. Als die gewoon al via de zintuigen. De informatie bij jou binnenkomt, in plaats van dat je het uh, allemaal aan het ontcijferen bent. Liggen de antwoorden voor je klaar als je naar je gevoelens kan luisteren? En is het echt gedachten projecteren, alles om je heen? Zodra jij daar bewust van bent, gaat snappen de vier elementen wat om jou heen is, daar gebruik van kan maken. Je gaat zoeken tussen nano en het licht in. Je gaat begrijpen wat Dr. Emoto allemaal doet. Je gaat snappen dat de luchtvochtigheid waar jij in leven ook water is, ook al ben je niet aan het zwemmen erin. Ga je snappen wat je allemaal hier al kan doen, omdat het daar allemaal vandaan komt. Maar laat het dan wel hier vandaan komen en ga niet hier in cirkeltjes blijven hangen, denken, 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 denken. En iedereen kan goed en slecht doen. En daarbij moeten mensen gewoon gaan kiezen: gaan ze het goed of het slecht doen? Zodra je een kant gaat kiezen, ga je de andere kant ook zien. En uiteindelijk zal iedereen zien wie voor het slecht gekozen heeft... ...wie voor het goed bezig is... ...en wie maar als uh, bitches overal tussendoor lopen te dansen... ...en eigenlijk laten zien dat ze bij het kwaad horen. En als je daar al kan komen, dan kan je misschien energetisch komen... ...bij daar al waar mensen... Ja, ...het psychische gewoon, de emotionele oorlog in het bewustzijn... Ja, veel komen niet bij de emoties. Dus die blijven bij het denken. Maar daarin het bewustzijn, daar is echt oorlog bezig. En mensen die dat niet zien, zijn aan het slapen. Mensen die niet zien hoe, hoe mensen reageren expres gemeen aan het doen zijn voor Ian. Dan heb je stroomd in je ogen. Dan uh, zou je je hart moeten reinigen. Want dan ben je niet uh, medeleverd, mededogend voor anderen. En is het echt lastig om te zien hoor, wie echt is, wie een bepaalde rolletje speelt. Maar zijn dat dan echt alleen maar Jack en Akoep? Die een beetje doorhebben, wie waar aan het worstelen is, wie waar aan het stoeien is. Wie waar ook tussendoor loopt, maar net doet alsof ze er niet bij horen. Maar echt, net als dat observeren iets anders is als verkennen. Net als dat analyseren iets anders is als benoemen. Maar als, mensen graag, als mensen niet door de emoties komen, die 3D-dingen willen invullen, vanaf daar al uh, dingen laten rollen, instanties aan het werk zetten. Ja, die mogen meekijken, die zien dan dat. dat uh, het lijkt gewoon net alsof mensen voor de verkeerde hebben gekozen om dit te doen en dat diegene weet dat hij de verkeerde is. En ergens weet ik ook gewoon. Dit internet hier ook kunnen mensen een beetje stoer doen, verstoppen, gekkigheid doen. In real life. was ik overal, prik ik overal doorheen bij jullie. Iedereen die stoer wil doen, gaat lachwekkend zijn. Iedereen die denkt dat hij agressief gaat zijn, gaat het Roman krijgen. Iedereen die denkt dat hij een lobbroek is, is als een als je kiespijn hebt zo. En is het echt duidelijk dat de meerdere mensen zichzelf, uh, ik noemde het eerder, elke keer agenten die zichzelf verwaarloosden, dat er heel slecht uitzagen. Maar uh, is het toch heel makkelijk om te zien welke figuren er is en helemaal uh, vertief bij. Drank, drugs, weet ik het allemaal. Niet scheren en noem maar op. Kijk hoe ze er nu uitzien dan. Nu zien ze er toch weer gezond uit. Jullie geven zelfs complimentjes daarheen. Ga je verdiepen in A-cube. A, C, U, B. Heel simpel. Zo wordt het steeds makkelijker. Want als poppetjes dansen, dan worden de die de poppetjes laten dansen, worden de gek. En worden de boos op de poppetjes die ze moeten laten dansen. Zo kunnen ze echt, wanneer mijn derde oog open is en jij staat voor me, ga je niks kunnen verstoppen voor me. Mensen die zijn dingen aan het verstoppen via internet, maar kijk door de emoties heen en je ziet wat voor hoofd eronder zit. Echt! Die psychic abilities die sterker aan het worden zijn wanneer je ook snapt, wanneer je energie je terugkleedt. Wanneer jij van iemand een olifant hebt gemaakt, maak er weer een mug van en je gaat zien hoe klein het is en dat het niks doet, geen beeldvorming kan geven. Ga je snappen hoe ze. Moeten blijven vissen, moeten blijven steken, want ze willen er niet van af. Energiebrondingen, Ja, ik overflow hè. In is het echt gewoon, wanneer je voorbij die vijf zintuigen komt, je zesde zintuigen gaat gebruiken, dan ga je in een veel bre breder spectrum, ga je energie binnenkrijgen. Dat gaat echt voorbij het. Het ruiken, het zien, het horen, het proeven. Dan ga je echt. Ja, ga dingen lezen over de casual chakra. Het is echt uh, als informatie bij jou binnen kan komen. En je begrijpt de maas en de wand. Hoef je niet met de nees en de ja's aan de gang. Ga je gewoon zien wat speelt, omdat mensen nou eenmaal de emoties niet onder controle hebben, of mensen aan het acteren zijn. En dat heel makkelijk is om door karakters en persoonlijkheden heen te prikken. En daarmee is het ook gewoon lachwekkend aan het worden met alles. Wat ik weet wat er om me heen is. Ik weet wat er om me heen is. Ik weet wat ze op mijn pad sturen. Dan ga je invullen welke kleurtjes dat heeft. Waar het vandaan moet komen. Is dat allemaal vanaf dezelfde richting. Maar ik zou deze tien dagen gaan opletten. De volgende 10 dagen gaan jullie aten. Maar hoe gaan jullie de laatste 10 dagen van deze maand gedragen dan? En is het echt, iedereen die oplet, die ziet het ondertussen wel, maar uh, ik ben niet voor iets aan het vechten wat voor mij is, wat wordt afgepakt. Andere mensen zijn aan het vechten voor iets wat voor mij is en proberen het af te pakken. Het is echt verschrikkelijk. Totdat ze gaan zien dat het voor mij is. Leg het al uit, je kan dingen nadoen alsof het ook jouw verjaardag is. Maar de cadeautjes gaan maar één kant op. En zodra ik de dingen ga waarnemen, dan zal ik laten zien wat er allemaal op mijn zintuigen zit. Waar ik nu toch al een beetje weet van heb, maar dan voor iedereen duidelijk gaat zijn. Ik hoef niemand te missen. Dat is waarom je dingen solo moet doen. Zo zal de hele groep. Uiteindelijk allemaal droog te staan. En dan gaat iedereen zien wie er aan het water spattelen is. Nee, lijkt terecht op. Mensen zijn echt uh, de positie die ze hebben. Ik denk ze dat ze alles mogen of zo, maar er zijn echt zoveel wetten aan het overtreden dat dat gewoon al langer door meerdere mensen gezien is. Er zijn een heleboel mensen al heel lang zo aan het doen. Dat gaat ook duidelijk worden. Met alles wat speelt, hè? ik ben echt blij dat mijn ma niet meer bij jeugdzorg werkt. Zodra mensen gaan zien hoe, zo, wat daar allemaal vandaan komt. En sommigen zijn echt bezig geweest met riffraff. Vet veel bullshit op me. Doe alsof uh, aan mijn kant staan, bijvoorbeeld. Sommige mensen zijn zichzelf aan het opvreten en dat snap ik. Want dat wat op je afkomt, ga je voelen ook. En is het echt, alles wat ze zeggen over Chosen 144.000? Je kan echt niemand vertrouwen. Je moet weten wie je om je heen hebt. Maar uh, vertrouwen ga je niet kunnen. Dus uh, bouwen is onmogelijk. Daarom bij jezelf blijven. De rest aankaarten. En dan maar zien wie wel zaadjes kan nemen. Die kan laten groeien. En wel echt bij zijn eigen unieke zelf komt. Wa wakker wordt van het geheel waar ze in zitten. En zichzelf niet erin verliezen. En. Uh, Zoveel dingen zijn, als voor mij dingen duidelijk worden, dan gaat het voor iedereen duidelijk worden. Sommigen duren het even langer, anderen gaan het nooit horen, maar uh, genoeg gaan weten wat er speelt. En ik hoef geen sorry, bad no, sorry. Hè? Sommige mensen laten dingen zo lang doorgaan, dan hoef je niet meer met sorry te komen. Dat heb je gewoon laten zien wat er in je hart zit en hoe gierig je bent voor geld. Zo oh, hebben sommige mensen echt sneaky dingen achter mijn rug vandaag. Ja. Als alles aan het licht komt, zijn mensen alleen maar omdat ze bang zijn, dat ze hun er ook wat van gaan voelen of zo. Nu in één keer uh, wel uh, tot me willen komen. Iedereen gaat zijn straf krijgen. Iedereen gaat komen wat hem toe heel simpel. Niet, ik heb genoeg, Ian heeft genoeg waarschuwing gegeven, IP ook. <laughs> en de energie, wat alles naar buiten toe brengt, naar jullie. We hebben al lang al dingen van blijk gegeven wat er gaat gebeuren. Ik beoordeel. Veroordeling is niet aan mij, maar uh, die ga ik niet voor je wegnemen, ook als je echt slecht bent geweest tegen mij. Het is echt God, het universum, alles spant samen voor mij om alles naar buiten te brengen. Jullie snappen echt niks van de solstar chakra en de twaalfde chakra. Zijn daar niet mee linked, die energieën niet binnenhalen. Jullie zijn die connectie daar niet. Die, die connectie zorgt ervoor dat mijn verlangens van mijn ziel en de bescherming van de missie die ik blijkbaar hier aan het doen ben, ten alle tijde beschermd zal worden. Jullie denken dat ik het mezelf lastig heb gemaakt door alles openbaar op video te doen. Maar uh, het geeft jullie sturing. Wat jullie niet aankunnen. En wat jullie alles laat zien, alles gaat duidelijk worden. Het licht zal feller worden, maar mensen zullen meer kunnen zien daardoor. Plus dat er instellingen en instanties op hoog niveau. iedereen kijkt mee, hè? Mensen hebben geen idee wie er aan het meekijken is. Dus als het naar rechtszaken toe gaat, zijn die instanties daarboven ook verantwoordelijk. Medeplichtig. En die dingen beginnen door te dringen nu. Zoon van God, maar nog steeds menselijk voet op de grond naar niet doordraaien. Hoofd in de wolken, helemaal spiritueel, de energieën begrijpen. Niet bezig met denken en met voelen, maar met emoties. Gewoon een baas. En jullie haten dat. Alle waarheid gaat naar buiten komen. En je mag haten, maar verdiep je in de. Soevereine. Je wilt, bent toch uh, spiritueel? Je bent toch uh, Channel master? Ga je verdiepen in Miser Allereerste levensvorm. Oh nee, hier is natuurlijk de enige over de hele wereld die praat over incarnaties. Koek, 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 koek. Nee, miljoenen praten daarover. Miljoenen zijn spiritueel aan het doen. Miljoenen zijn gelovig. Wij niet gek, hè? Maakt jullie alleen ongelooflijk. Jullie missen die creativiteit ook. Al het kwaad komt aan het licht. Het kwaad gaat verdwijnen. Wie niet van die kast af komt, trilt eraf. Wie niet uit die kast komt, wordt eruit getrokken. Ik kan 10.000 uh, dingen, We zijn niet eens waarschuwingen. Ik vertel gewoon wat het is. Ik vertel alleen maar waar ik wakker mee word, wat gaat gebeuren. En dan gaan de mensen zichzelf om mij heen klammen. Veel doen en dat niet snappen dat ook uh, via mijn waarneming uh, dingen duidelijk moeten gemaakt worden, via die energie om mezelf te beschermen tegen wat speelt. En zo zullen sommige mensen gaan doen alsof ze verblind waren uh, waarom ze deze spelletjes met mij moesten spelen. Maar hebben het allemaal te maken met geld, hebben het allemaal, haat met stiekeme, allemaal te maken met die stiekem haat, door iets. Wat ik ze blijkbaar in het verleden niet gegeven heb, omdat ik met uh, mijn eigen struggles bezig was. Maar je laat de opfokken door anderen. Je laat hem misleiden en met de verleidingen meegaan. Je daardoor laat de afleiden, de niet bij je hart kunnen zijn alles donker en kwaad inkleuren. Uh, roep je dingen op jezelf af, zeker als je in deze maanden hebt kunnen zien dat ik echt wel puur en bij mezelf kan blijven. Niemand lastig van... Uh, gewoon puur en goed ben uh, Het is gewoon lelijk De hele dag pijn hebben De hele dag mm, Dat zijn zware dingen ja Waardoor ik graag liever alleen ben Maar al die mensen die nou al uh, een jaar of langer Spelletjes aan het spelen zijn En nu uh, het idee hebben Dat die spelletjes niet meer leuk zijn ofzo Kun je nog wat van voelen? Je zal er nog veel meer van gaan voelen blijkbaar Iedereen die me echt kent weet: ik vergeef, maar ik vergeet niet. En daarmee zijn dingen ook echt meteen klaar. Daarom is het makkelijker om ergens klaar mee te zijn. Ik weet, uh, sommige mensen hadden dingen al lang geleden al willen vertellen, maar weten dat ik niet aan tweede kansen wil doen. En ik weet niet waarom als je zo speelt dat je dit niet kwijt wil, je hebt hier toch spelletjes mee gespeeld. Alles komt aan het licht. En al die mensen, zogenaamd hoger bewustzijn, maar al zag je hoe kinderachtig en de vieze spelletjes die er vandaan komen. Heb ik dit jaar voor God echt kunnen laten zien. De mensheid zich vertieft en iedereen die leuk doet, leuk deed. heb God zag meteen hoor, uh, hoe een wat speelde. Moest ik het blijkbaar meemaken? Moet ik blijkbaar nog steeds dingen gaan meemaken? Moet ik blijkbaar uh, maar... Uh, Ja, zodat andere mensen kunnen zien wat er speelt of zo, moet ik het maar maar opnemen of zo. En zelfs daarin zijn mensen nog steeds niet met hun hart, met liefde en mededogen kunnen zien wat, INA, wat er allemaal bij INA speelt, wat er gebeurt en waar, wat, die, wat, wat hij zegt, waarom dat moet gebeuren. En niemand is daardoor zelf tot realisaties aan het komen en de dingen aan het zien vanaf hun waarheid, wat er allemaal speelt om hun heen. Ga maar mee met alle drama's. En uh, ja, wie daarmee speelt, wie daar ah, wakker. Het is zoveel karma aan het opbouwen. Het is echt je eigen vage vuur, niet mij, nou. En het zegt alsof ik nou mag slapen weer. En, uh, die mij uit mijn slaap hield, uh, nu uh, wakker liggen. En uh, is het echt een grote groep hoor, waar ik lastig mee ben gevallen. En uh, al die maniertjes, al die gekkigheid, al die chantages, al die emotionele rotzooi. Weet ik niet bij wie ik uh, moet gaan inkleuren wat ik zie. Het, het, ik zie alleen een uh, licht met een wolk eronder, uh, daar een figuur omheen, alsof de mensen. Dus ik zie eigenlijk gewoon alleen maar spirit in ziel. Sommigen is het makkelijk om te zien of het een man of een vrouw is. Maar bij sommigen is dat echt lastig. Die doen daar iets mee of zo, uh, ik weet het niet. Ja, is het is voor mij lastig om te zien uh, wie wat voelt van de spelletjes die gespeeld zijn. Maar uh, zal alles duidelijk worden op het einde? En is het echt, ik doe alles alleen. Er zijn er mensen echt met meerdere bezig geweest die denken met hun voodoo en kaart liggen, dingen te kunnen lezen en dingen te kunnen zien. Ik heb, een, uh, ik heb maar even een staatslot gekocht om te kijken uh, wat dat doet. Ik heb geen geld nodig of zo, hè? maar uh, als het maar uh, op geld blijft uitkomen: uh, goud, goudmuntjes. Terwijl ik ben niet op zoek naar goud. Hè? Ik ben niet op bezig met mijn verlangens. Dat is juist die ding. Ik wil niet eens na gaan denken uh, wat het is dat Ian wil. Het spirituele is wat ik wil. Uh, dat wat ik gezien heb, daar wil ik heen. Waarom zou ik uh, met de materie en dat aardse uh, daar verlangens in hebben terwijl dat totaal geen waarde heeft? Dat, dat zou ieder begrijpen uh, die wel de magie, uh, zodra we de magie ook mogen gaan gebruiken, dan uh, nee, waarom zou ik met deze verlangens bezig zijn? Maar om nou te zien wie wat voelt, Wie de wakker ligt. Die nog goed weet wat eraan komt. Die, ik snap gewoon mensen die dingen doen voor geld. Het is echt duivels. En het is echt hoor. Aan het einde van de tunnel zit licht. En je gaat dat licht niet bereiken. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf om te draaien. Met het licht mee te kijken. En dan is dat. Wat is die magneet? tegenovergestelde. En de magneet heeft. <laughs> en aantrekkings-afstotingskracht. Dus ik zoek van alle twee die dingen, zoek ik het tegenovergestelde. En misschien moet ik het alleen spiegelen, maar uh, het is lastig. Wat, wat gaat er open, wat gaat er gebeuren? Wat gaat de verheldering zijn? Gaat het echt iets met de zon zijn? Waardoor mensen meteen gaan snappen dat mijn lijn echt één rechte lijn is, omdat ik vanaf het begin af aan die dingen al vertel? Wat voor licht gaan we extra krijgen? En ik voel mijn tweede zon al heel lang. Misschien dat ik daarom meer zie. Zullen mensen door uh, misschien, ik weet gewoon niet of het letterlijk, figuurlijk, symbolisch, gaat er meer licht komen? Omdat mensen een tweede zon uh, gaan waarnemen. En of ze dat nou in hunzelf gaan waarnemen, waardoor ze meer gaan zien. Of dat ze iets in de lucht gaan, ook echt werkelijk gaan waarnemen aan meer licht. Waardoor er uh, hier al iets geactiveerd wordt en uh, verhelderend raakt. De mensen snappen niet dat je gedachten, de werkelijkheid creëren, dat daarom iemand anders moet denken. Want het niet de bedoeling is dat hoe iemand denkt, dat dat de uitslag gaat zijn. Want dat gaat betekenen dat alle koppen gaan rollen die niet echt zijn. Zo zijn er een paar die het verpesten voor de rest omdat ze niet op willen geven. En is het echt, dan, dan doen ze. Geef je hand aan iemand en uh, laat iemand daarop schrijven. Letter per letter, met een streepje om te zeggen dat het een spatie is. Ga kijken in hoeverre je dat hier al kan snappen zonder dit of dit te gebruiken en hiermee bezig te zijn. Daarmee ben je je tast, ben je zo'n boost aan het geven. Wat doet dat met jou als je onder de douche staat en het water komt op je tast? En je bent niet alleen nat aan het worden, maar je, je voelt echt energetische lading. Je voelt energieën wegstromen en gedachten geactiveerd worden om mee bezig te zijn. Zo zijn dingen naar een hogere levels aan het stijgen en kan ik even goed mijn voeten op de grond houden en normaal blijven doen. Alle gelovige mensen kunnen het toch ook gewoon normaal blijven doen? Waarom zou ik doordrijven voor dit? Waarom zou ik doordrijven voor de waarheid als ik nergens bang voor ben? En in sticht, uh, als op mijn verjaardag... Uh... Ik hoop dat mensen wel kunnen genieten van mijn cadeautjes. Omdat ik die gewoon uit zou delen omdat het te veel waren. Zullen we met hun allemaal die graag daar iets van wouden, mijn succes ook echt gaan voelen als hun ondergang? Mensen hebben zelf gekozen voor om uh, tegen te werken en uh, niet uh, zichzelf aan te passen. Uh, beter te worden, bij hun hart te komen en de dingen goed te doen. Daarin hadden ze ook kunnen groeien in het goed. Daar zouden ze ook echt zelf beter van geworden zijn. Zelfs degenen die het eerst stiekem uh, mee zouden doen, zeg maar. Zo, het, sommige dingen zijn aanstekelijk uh, als je het voelt, als je het eerder nooit gekregen hebt. Eerst is het eng als je het nooit gekregen hebt, maar als je gaat voelen dat het echt is... Dat ik nog steeds niks en niemand heb hoeven verraden om dingen wat niet de bedoeling is, wat uh, persoonlijk is... Ik zal ook sommige mensen laten zien waar hun hart is, maar uh, ben ik een open boek en interesseert het me allemaal niks. En ook echt, als mensen gewoon netjes in de rij stonden, mij gewoon in die bus lieten stappen, was ik gewoon ergens gaan zitten. Had iemand anders achter het stuur kunnen gaan zitten. Maar al dat gierige gedoe heeft er alleen maar voor gezorgd dat ik achter het stuur zit. Mijn wereld, mijn baas, hè? mensen die denken sturing te geven, vorming te geven, droomwolkjes bij mensen vanaf het internet. Al die droomwolkjes die gaan allemaal weggeblazen worden, zullen verdampen door het licht, door de verheldering wat bij mensen komt. En dan allemaal gaan inzien dat ze stront in hun ogen hadden, allemaal misleid werden en echt naar uh, valse mensen aan het luisteren waren. En dan gaan alle kopietjes, het script, gaat allemaal duidelijk worden. En daarmee zou je moeten leren leven als je uh, graag spelletjes wou spelen. Waarvan je eigenlijk nu al heel lang weet dat het echt is. In is echt, uh, als je alles in je externe wereld zet, kan het naar je terugkomen. Als het naar je terug gaat komen, in de externe wereld, ja, actie-reactie dingen. Al ga je dingen kunnen inkleuren in het bewustzijn, als mensen ook dingen willen inkleuren in het bewustzijn, de externe wereld. In. Zodra je niet meer de boel aan het observeren bent en aan het analyseren bent, maar uh, dat één aan het worden is en je plekje in het geheel begint te zien, Ik zit mijn eerste kamerplaatje. Zijn mensen echt. Uh... Heb mensen echt tot het denken kunnen zetten, maar. Uh... Ja, mensen zijn niet echt bij hun geesten, daar ook niet bij ziel. Zelfs al die mensen die spiritueel doen, die zien niet wat er speelt, of zien niet wat er speelt, daarom zijn ze niet spiritueel. Terwijl dit veel spiritueler is als mensen denken: de oorlog zit echt in het bewustzijn. Dit is corona, whatever, want 6, 7 jaar geleden werden de plannen al voorbereid en werden de poppetjes al aangestuurd. Er al uh, hoekjes en vorm gegeven worden aan, uh, aan het geheel waar ze heen wouden bouwen, is dat natuurlijk een plan wat veel langer ligt. Weet dus echt gewoon wie uh, de extra frequenties aan het waarnemen is en hebben ze daar echt dingen omheen gebouwd? Voor mij is alles duidelijk aan het worden, is het gewoon nog steeds die deur die open moet. Die ik zelf open moet doen, die stomme magneet tegenovergestelde. Dan hangt het in de lucht en uh, gaat er een verheldering komen voor iedereen.